Ruim 5500 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen krijgen een nieuwe outfit. Het gaat om zo'n 35.000 kledingstukken. De nieuwe kleding is duurzamer, comfortabeler, moderner en niet meer unisex. Ook maakt de nieuwe kleding onderscheid tussen de verschillende medewerkers. De kleding is duurzamer omdat het gemaakt is van andere stof. Het oude pakket was gemaakt van polyester katoen, waar eigenlijk heel veel kleding van gemaakt wordt. Het is een bulkstof. Alleen katoen is niet echt een duurzame stof. Het kost heel veel water en veel energie. Dus door te kiezen voor polyester Tencel. En Tencel is gemaakt van boomschorce, uh, verbruiken we veel minder water. Je moet je voorstellen, een hele kledingpakket zou 100 miljoen liter water kosten. En nu 3 miljoen liter. Dus gewoon een reductie van 97%. Plus nog eens 50% reductie op energie. Minder uh, grondgebruik, dus al, al een duurzamere stof, die ook nog prettig zit. Het was eerst unisex en best wel bijzonder, want uh, 70% van onze populatie is vrouw. En eigenlijk jarenlang hebben we in mannenkleding gelopen. noemen we dan unisex, maar het was gewoon mannenkleding. En uh, we hebben nu daar een wisseling in aangebracht. Dus nu komt er een hele vrouwenlijn. Verschillende kleuren is heel belangrijk. Uh, we willen een onderscheid maken voor onze patiënt en dat ze weten wie aan het bed staat. En in het verleden liep iedereen in het wit. Dus ook zowel de zorg als uh, bijvoorbeeld de schoonmaak. En nu komt er een onderscheid in. En dat betekent dat fosketer in blauw loopt. Uh, maar bijvoorbeeld het Amali Kinderziekenhuis in oranje, pedagogisch medewerker helemaal in het oranje, dat duidelijk onderscheid is voor het kind. Uh, dus nu komt er een groot onderscheid, waardoor het verschil duidelijker is. Nou, alle medewerkers uh, binnen het Radboud hebben een pasje uh, met het pasje kun je kleding aanvragen. Dus dat werkt eigenlijk heel simpel: pasje houden we voor een automaat, dan word je uh, herkend als uh, gebruiker en dan kun je een aantal kledingstukken kiezen. Dus ik kan kiezen nou voor een jack en een broek, die activeren we. Dan nou gaat de automaat intern zoeken naar de juiste kleding. En die komt als het goed is dadelijk tevoorschijn. We hebben eigenlijk hetzelfde soort automaten, maar dan de innamepunten. En er zit ook een registratiesysteem in. En dan kun je het daarin gooien, en dan wordt alles bijgewerkt qua systeem.